Je speelt thuis, je wil graag het publiek vermaken en je weet dat je met een nieuwe elftal, nieuwe trainer, nieuwe dingen wil gaan doen. Ik heb van tevoren geroepen dat dat tijd nodig heeft, maar vandaag de dingen die we deden, dat was de eerste helft, was dat niet goed. De tweede helft verpakken we ons wel wat, alleen ja, volgens mij heb ik het vaakste de bal aangeraakt en volgens mij is dat niet helemaal de bedoeling. Ja, want, ja, wat, kun je dat uitleggen, of is daar een verklaring voor waar dat dan aan ligt, ook vooral de eerste helft? Ik vind dat lastig, ik denk dat we dat moeten gaan bespreken, alleen... ik denk dat we iets meer aanvallend voetbal moeten gaan spelen. Alleen ja, moeten we wel de dingen doen waar we goed in zijn. En dat hebben we vandaag gewoon af laten weten. En Sparta heeft het gewoon goed gedaan. I have to say, I have like two different feelings, you know, because from one hand I'm really disappointed because we wanted to win. But from other hand, it's my first game after more than 1 year, my official game. So I'm really, really happy that I'm back. But as a team, it was really a tough game. We can score some goals, they can score some goals, so I think draw is like fair result, but of course we are disappointed. Yeah, you already said it a bit for you, of course, special moment today. How was it, the first touch of the field again and to see the fans? Special feeling? Yeah, no, I played friendly games, but it's not same, you know. With these fans here, it's really nice to play. Yeah, maybe first minutes I had like a little bit, I felt like my second debut, you know, because it was like special feeling, but with minutes I get more confidence and yeah, it's really nice to be back. Je hebt een puntje, nou ja goed, ik denk niet dat je daar heel blij mee moet zijn, alleen elk punt is welkom, elk punt is een resultaat. Alleen voor mijzelf is het mooi, ik heb mijn debuut gemaakt voor Heerenveen, iets wat ik altijd wou en snak naar meer. De nul, dat is het belangrijkste voor een keeper, zeggen ze altijd, alleen geef mij maar de 3 punten. Dus daar ben ik wel zeker blij mee. The season is so long, so it's only first game. We know where we are, what we have to work about, and then we try to make our team better every day. From tomorrow we start to think about the game against Feyenoord, and this is how it looks. We keep working and I hope next games will be much better. We moeten niet met z'n allen in paniek raken, dat is helemaal niet aan de orde. De ene wedstrijd is de andere wedstrijd niet. En, de tweede helft was al beter, alleen daar moeten we op voorbeduren. We moeten de dingen doen waar we goed in zijn. En, ja, ik ben ervan overtuigd, hebben we in de voorbereiding gezien, dat er zeker in zit. Dus we moeten geduld hebben met z'n allen.